Chris Hidde. Hij is 13 jaar en woont in Hilversum. Hij is gek op technische dingen, is goed in hockey en in muziek maken. Yes! Kijk, dit is een drone. Ja. En daar gaat jouw vraag over. Ja. Die is? Hoe kan je een drone blijven besturen als hij de hoek om is? Waarom wil je dat weten? Nou, omdat dit is mijn drone, maar als hij zeg maar de hoek om is, kan je hem niet meer echt zien. Dus hoe kan je hem dan nog besturen? Gewoon net zo lang wachten tot je hoort dat hij gevallen is. Boom. Ja, maar je wilt wel dat je drone heel blijft. Ja, dat is waar. Ik heb een drone-expert gevonden. Dit is de Superquad Copter Gang. Op de wereldkampioenschappen 2016 in Dubai waren zij vierde van de 70 kandidaten. Zo, wat heb je hier allemaal liggen, Dino? Is je drone stuk? Nee, gelukkig niet. Zo ziet hij er wel uit. Hij ziet er wel zo uit. Hij kan hem niet altijd zo in elkaar meenemen. En wanneer we aankomen, dan zetten we alles in elkaar. En dan gaan we alles even nachecken, als alles het doet. Dus je zet hem altijd zelf in elkaar? Je koopt hem niet kant-en-klaar zoals deze? Nee. Dat doen we niet. Omdat de meeste spullen die je in de winkel kan kopen, daar ga je uiteindelijk voor het racen ga je niet zo hard. Dan heb je toch wel echt hele speciale onderdelen voor nodig. En die bestel je overal van het internet vandaan. Wat voor onderdelen zijn dat dan? Oh, belangrijke onderdelen zoals motoren. Onder de tape hier zit een chip en die stuurt de motor aan. Hè. Dit is van hoeveel power die moet geven. Is het een idee om hem in elkaar te zetten? Ja, zeker, laten we dat doen. Die wordt daar. En deze? Die is goed. Hoe kan je dat zien dan? Moet dat ringetje eronder of erboven? Dat ringetje moet erboven. Maar ieder schroefje heb je er eigenlijk als het ware zelf in geplaatst? Ja. Maar waar zijn al die dingen dan voor? De belangrijkste zijn deze twee. Dit noemen we de sticks. Daarmee kan je sturen. Aan je linkerhand heb je wat wij noemen throttle. Dat is eigenlijk power. Als je hem links of rechtsom draait, dus om zijn as, dan blijft hij dus horizontaal vliegen. Als je deze naar rechts en links beweegt, dan gaat hij rollen. En doe je hem naar voren en naar achteren, dat heet pitchen. Dan kan je hem zo. Ik denk dat het tijd wordt om te laten zien wat hij allemaal kan. Cool. Oké, dan gaan we. Wauw. Wow. Boom. Wow. Down. Dat is wel cool. Ja, zeker. Maar dat is denk ik niet alles wat hij kan. Want dat was niet, zeg maar, dat is niet mijn antwoord op mijn vraag. Nee, klopt. Nee, Hidde. Voor het antwoord staat een heel team voor je klaar. Van links naar rechts. Piloot in de opleiding Pim. Technicus Yannick. Piloot Dino. En teammanager Chris. Check this out. Ja, dit zijn dus allemaal race drones. Wauw. Wat eigenlijk wel grappig is, wij hadden allebei niet verwacht dat er zoveel bij komt kijken. Nee, maar hoe kan je nou eigenlijk om de bocht met een drone? Ja. Nou, daar hebben we dus een FPV-systeem voor. Dat staat voor First Person View. FPV. Ja, en dat dus eigenlijk zeggen allemaal vast. Dat je ziet hier een camera. En die camera is aangesloten op een chip. En die chip die zendt een videosignaal uit. En daar heb ik een bril. Als je hem nu opdoet, dan kan je niet zien hoeveel vingers ik opsteek. Wat? Hoeveel vingers steken wij op? 1. Nee. Oh. Dat komt omdat hier binnen zitten 2 LCD-schermpjes. En LCD-schermpjes zijn eigenlijk 2 hele kleine televisieschermpjes. En als ik hem aandoe, en ik doe mijn drone ook aan. Oh, wacht. Nu zie je jezelf. Ik zie grijs. En op zo'n manier kan je dus toch wel om de hoek vliegen. Oh, oké. Dat willen we gewoon in de praktijk zien, toch? Ja. Laten we dat gaan doen. Het parcours is neergezet. Voordat Dino gaat drone racen, is het belangrijk om te kijken hoe de drone moet vliegen. Eerste bocht is een flauwe bocht. En daarna komt een heel smal stukje. En ik moet ook nog eens omhoog.
Nou, je kan beter dan meer aan deze kant, want dan kan je gelijk langs de boksen. Ja, de beste racelijn is rechts om de boksen. En dan kom ik hier bij een nogal gevaarlijke bocht. Dit noemen we een U-turn. Als ik daar vandaan kom, dan weet ik dat deze paal er staat. En dan zal ik er altijd voor zorgen dat ik deze paal, of een pilaar is het eigenlijk, dat ik deze altijd in zicht zie. En dat ik eigenlijk zo dicht mogelijk hier aan blijf plakken. Let's get ready to rumble! Dino gaat racen tegen Pim, de piloot in opleiding. Wow. Ik merk dat ik helemaal meega met mijn hoofd. Wauw. Wauw. Dino, dat zag er spannend uit. Ja, hè? En heel stoer, hè? Wat vonden jullie ervan? Ja, ja, ging best wel goed. Indrukwekkend, vooral op het beeld. En Ik ga het gewoon voor je vragen, oké? Mag jij ook een keer? Ja, in principe wel. Om echt zelfstandig te vliegen met een racedrone moet je 14 jaar of ouder zijn. In het buitenland is dat een officiële regel. In Nederland is dat nu nog een advies. Deze drones zijn geen kinderspeelgoed. Hidde krijgt daarom een spoedcursusje van Chris. Dan gaan we doen zoals dat echt gebeurt. En groen is de voorkant, toch? Ja. Heel weinig gas in. En dan doe je heel voorzichtig gas geven. Iets erbij. Ja, gas los en dan... Hier. Zie je, dat reageert ook anders dan dat hele kleine dingetje. Hè? Zie je? Rustig, 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 rustig. Ja, en hem iets recht leggen met de linkerstik. Hè? Je ziet het. Ja, heel goed. Ja. Probeer eens om die pilaren heen te vliegen. Op zee. Dat hoort erbij. Nou, dat was les 1. Ja. Ja? Ja. Oké. Dank u wel. Doe je bril op. Toi, toi, toi. Here we go. Die dino, die is makkelijk te verslaan. Denk het ook. 3, 2, 1. Go. Wow, ik kijk hier naar. Pas op voor die paal. Yeah. Hidde, je hebt de race gewonnen. Lekker. Ja. Jij ook goed. Natuurtalent, hoor. Is je vraag beantwoord? Helemaal. Dankjewel, Dino. En veel succes op het volgende wereldkampioenschap. Willem Bever heeft een super vette nieuwe website. En dan kan je de Willem Bever Challenge spelen. En je kunt je vrienden dus uitdagen. Ik heb een suiven. En je bent er klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor. Stuur hem nu naar je op. Ja, wil jij de Willem Bever Challenge nou ook spelen? Ga naar onze nieuwe website willembever.nl en daag je vrienden uit. Wat heb je? 8 punten. Ik heb gewonnen. Balen. Die ga jij uitdagen.